Ook ik heb het wel eens gehad met al die files. Dus opgehaald worden met een heli, dat is aangenaam. Ja, Adam Curry zei het al. Geen gemopper, neem de chopper. Binnen een half uurtje zijn we in Rotterdam. Daar krijgen we ook nog eens een watertaxi aangeboden. En eenmaal in de winkel aan de Koolsingel worden we ook nog eens in de watten gelegd. Wat ik me afvraag, is dit allemaal wel nodig? Hebben deze vier jongens die dit allemaal regelen geld te veel of zo? Ondernemen is af en toe wel een klein beetje entertainen. En ik denk dat als je een molenmerk opzet, je vooral niet te serieus moet zijn en te veel pretenties moet hebben. Maar vooral ook met een knipoog iets moet presenteren. En daar hoort zo'n helikopter wel een beetje bij, denk ik. Ja. Tijdens de lunch kom ik erachter dat de heren achter het molenmerk ook nog wel wat bespaard hebben. De winkel waarin we nu zitten mogen ze gratis gebruiken. Er is natuurlijk enorm veel leegstand, want het is crisis. En dat kun je zien als een bedreiging, maar wij zien het als een kans. Dus we zijn bij het gemeentehuis naar binnen gewandeld en hebben daar gevraagd, zouden jullie ons mogelijk eens kunnen introduceren bij een paar vastgoedeigenaren die hier locaties leeg hebben staan. En vervolgens zijn we bij de vastgoedontwikkelaar gekomen. Die hebben we overtuigd, weer met een goed plan. En vervolgens zitten we hier te eten met z'n allen midden in de poppenstore op de Koolsingel. En dan krijgen we te zien waar het allemaal om te doen is. De heren gaan Italiaanse stropdassen verkopen. Ja, wie draagt die nu nog? Het is tijd om de das weer te introduceren. En het straatbeeld natuurlijk, want mode gaat zo op en neer en op en neer. Dus ik denk dat deze generatie wel klaar is om een mooie das te dragen. Hoop ik althans. We zijn er natuurlijk nog lang niet. Maar de droom is om een echt Hollands herenmerk te bouwen, geschoeid op Italiaanse leest. Mag ik dan ook een Hollandse vraag stellen? Wat gaat die kosten? €80 tot 120. Italiaanse stropdassen vanaf €80. Ik vraag me af wie daarop zit te wachten. Maar toch, iets doen ze goed. Want ik heb wel een item over ze gemaakt.